Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik een nail art met de Botanical stempelplaten van Mojo. Deze zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty and Supplies. Ik heb deze stempelplaten ondertussen al een tijdje en ik had even gekeken op de website. En deze vier hebben ze sowieso allemaal nog. Dit zijn nummer 18, 19, 21 en 22. Die ga ik dus voor deze video gebruiken, maar ik heb de Botanical platen in het verleden al super vaak gebruikt. Ik heb ze hier even erbij gepakt. Er is namelijk echt een super grote collectie al van al deze platen. En ze zijn zo ontzettend mooi. Ik vind sowieso de buitenkant echt prachtig. Ik denk dat dit van alle platen van Mojo, dat dit wel mijn favoriete hoesjes zijn. En dan zou je denken, ja, wat maakt het uit die hoesjes? Maar sowieso vind ik het gewoon fijn dat dat er mooi uitziet. En jullie weten ondertussen ook wel dat ik vaak een nail art maak, geïnspireerd dan met de kleuren van het hoesje. Nu heb ik dus al vaker de afgelopen jaren deze stempelplaten gebruikt. En volgens mij, ik heb ze even snel erbij gezocht in mijn nail art bakje. Volgens mij waren deze drie nail arts ook allemaal gemaakt met de Botanical stempelplaten dan met de oudere. Dus je moet even terugkijken tussen mijn video's. Als je terugscrollt, dan zie je vast nog wel meer van dit soort nail arts voorbij komen. En je ziet dat ik dus overal wel een beetje deze kleuren heb gebruikt als inspiratie. Overal een beetje dat roze en dat een beetje dat bordeaux, groen natuurlijk. Ja, ik ben hier echt gek op. Ik hou echt van deze nail arts, van deze stijl. En ik weet dat jullie deze ook heel leuk vinden, want heel vaak als ik zoiets op Instagram zet, krijgt het heel veel likes. Dus als je deze video leuk vindt, doe dan nu alvast je duimpje omhoog. Maar voor vandaag heb ik dus wat anders. Ik wilde natuurlijk wel weer iets maken wat geïnspireerd is op deze kleuren. Nou, dat is wel aardig gelukt, denk ik. Ook daar krijg ik vaak vragen over van hoe maak jij dan een nail art of hoe kies jij dan je kleuren en je producten bij elkaar. Dat ga ik je in deze video ook even kort laten zien. Nou, allereerst, ik kijk natuurlijk naar de kleuren die op dit hoesje staan. Hoeft natuurlijk niet, hè, maar ik vind het altijd leuk om dit als inspiratie te gebruiken. En dan zie je dus dat er een beetje van dat crème, van dat roze, van dat bordeaux en groen bij zit. Dus dat wordt een beetje de basis voor de nail art. Nu heb ik toevallig van Le Scente een aantal kleuren. Ik weet nog even niet meer hoe deze collectie heet. Maar die heeft dus allemaal een beetje van die, ja, nudie. Het zijn niet per se nude kleuren, want deze twee zijn echt al een stuk donkerder. Maar echt een beetje van die neutrale tinten. Vind ik een hele mooie collectie. En die dacht ik dus dat die wel heel geschikt zouden zijn voor deze nail art. Nou, dat was dus ook zo. Dus de kleuren die ik heb gebruikt zijn Dusky, Praline, Rose en Porcelain. Porcelein. Dat zijn de vier kleuren die ik op dit moment gebruikt heb. Maar kijk gewoon even wat je in je collectie hebt. Eigenlijk alles kan gewoon. Wat ik dan ga doen is stempellakken erbij kiezen. Nou, dan heb ik hier allemaal verschillende kleuren staan. Volgens mij waren dit de drie die ik ook echt gebruikt heb voor deze nail art. Deze is van Mojo. Dit is de kleur Maroon. Dit is van Yours. Dit is Green Tree. En ook van Yours Pink Blossom. Maar er zijn zoveel verschillende stempellakken. Ik heb hier nog wat andere ook van Yours. Dat is Nude Nature. Pink Rose. Ook allemaal nog van Mojo. Even kijken, dat zijn Into the Woods, Hidden Forest, Pink Clay en Sweet Baby. Dus deze kleuren kunnen ook prima. Kijk, je kan het zien als je dat dus bij dat hoesje houdt. Ja, dat matcht natuurlijk perfect. Dus zo kies ik ook gewoon een beetje mijn kleuren uit. Dus ik kijk gewoon even wat ik heb in mijn collectie. Soms hou ik het bij één merk. Ik heb nu gewoon een beetje van alles wat gepakt. En ik heb hier trouwens ook nog een aantal folietjes, want ik heb ook folies gebruikt. Nou, ik vond het wel mooi om rosé goud te pakken, omdat dat toch heel mooi matcht met dat roze en zo. Ik heb een blinkende en ik heb een beetje een matte folie gepakt. Dus ook hier ben ik gewoon weer even in mijn collectie gedoken en gekeken wat ik heb. Dus dat zou ik ook echt aanraden. Als jij op zoek bent naar iets om een leuke nail art te maken, kijk gewoon in je collectie, kijk wat je hebt, kijk welke kleuren er bij elkaar matchen. Welke kleuren er eventueel bij het hoesje past of wat je als inspiratie gaat gebruiken. En ga dat een beetje bij elkaar mixen en matchen. Dat heb ik dus ook gedaan voor deze nail art. Wat ik ook nog heb gebruikt is het Pure White Pigment Poeder van Loveness. Een wit pigment en daarmee heb ik nog wat van die witte vlekjes gemaakt. Maar goed, ik ga het je nu gewoon precies laten zien.
Ik heb hier alvast een voorbeeldnageltje. En ik heb hier al één laagje op gedaan van de porselein. Hier ga ik nu een tweede laagje overheen aanbrengen. En dit is gewoon een hele mooie neutrale tint. En die matcht dus echt weer perfect bij die bloem. Ja, dus ja, zo kijk ik gewoon. En ik vind dat dus ook het allerleukste om te doen, hè. Om kleuren bij elkaar te mixen en te matchen. Verschillende glitters, folies, flakes. En zo kom ik dan toch altijd weer tot een leuke nail art combi. Zo, dit is het tweede laagje. Deze hard ik uit in de lamp. Oké, die is uitgehard. En omdat we dus zo meteen met folies gaan werken, breng ik even een laagje van de folie gel aan. Deze is ook van Lacente. En hier blijven zo meteen die folies heel goed in plakken. Ik vind dat zelf het fijnste. Soms blijven de folies ook wel plakken op de plaklaag van een uitgeharde gelpolis. Maar ja, ik gebruik voor de zekerheid altijd gewoon de folie gel, omdat ik weet dat dat altijd goed werkt. Dus ook weer een laagje. Deze hard ik uit in de lamp. Nou, ik heb dus die twee verschillende folies. Eentje is heel blinkend rosé en de andere is mat. Ik weet even niet meer waar deze van waren. Want deze zaten namelijk al geknipt en al in mijn bak waar ik dus al die folies in heb. Dus ik, zoals ik al zei, ik heb gewoon gekeken wat matcht erbij qua kleur. En toen kwam ik deze tegen. Ik breng gewoon een klein beetje aan. Ik dep hem voorzichtig zo erop. Dat ik hier en daar wat kleine stukjes krijg. Van dat blinkende en een beetje van dat matte. Even kijken. Zo. Yes. Helemaal goed. Nou, eigenlijk was dit dus weer een heel makkelijk stapje. Het volgende wat ik ga doen is een laagje Smooth It aanbrengen. Dat is eigenlijk een extra laagje, een stapje wat ik ertussen doe. Omdat je nu wil dat die folies natuurlijk zijn ingeseald. En ik wil weer wat plaklaag creëren. Omdat ik daar die witte pigment op wil aanbrengen. Kan eventueel ook een laagje topcoat zijn. Ik gebruik ook heel vaak die Diva Base & Topcoat. Die kan ook prima. Maar je moet wel een topcoat pakken waar dus nog een plaklaag op zit als die is uitgehard. Dus deze breng ik nu aan. Hard ik weer uit in de lamp. Oké, dan ga ik dus dat witte pigment aanbrengen. Dat is gewoon een spierwitte poeder. Er zit helemaal geen glans of geen shimmer in. Helemaal niks. Die breng ik aan gewoon willekeurig een beetje op de nagel. Ik heb hier ook verschillende vlekjes gemaakt. En ik vond het wel leuk omdat dat wit dan een beetje terugkomt. Je hebt natuurlijk ook wit op de stempelplaat. En ik dacht dat wit maakt het wel weer lekker fris. Ik had eventueel ook met wit kunnen stempelen. Zou ook kunnen. Dus dan kun je op die, zeker op die donkerdere kleur, kun je heel mooi met wit stempelen. Maar ik dacht, ik doe een wit vlekje. En op dat wit valt dan ook die stempel weer wat meer op. Dus je haalt ook die stempel weer een beetje omhoog. Dus vandaar dit extra stapje. Jullie hebben het mij al vaker horen zeggen. Ik vind het mooi om een nail art echt in laagjes op te bouwen. Dus met folies, glitters, een beetje pigmenten. Dan wordt de nail art echt interessant. Je kan natuurlijk ook gewoon één kleur doen, één stempel erop en klaar. Kan prima. Maar ja, dan heb je minder dimensie, minder interessante dingetjes erop. Dus ja, zoals ik al zei, ik doe altijd heel veel stapjes. Maar goed, je kunt het helemaal doen zoals je zelf leuk vindt natuurlijk. Kijk, ik maak hier gewoon een beetje een wit vlekje. Hier ook. Nou, dit is prima zo. Dan gaat er weer een laagje van die Smooth It overheen. Of eventueel van die andere topcoat. Want je wil natuurlijk ook weer de pigment insealen. Dus er gaat weer zo'n laagje overheen. Die hard ik uit in de lamp. En dan gaan we hier overheen stempelen. Oké, hier is de nagel uit de lamp. Ik verwijder even de plaklaag. Want ik vind het fijner om niet op een plaklaag te stempelen. En dan pak ik de platen erbij. Ik vind, even kijken hoor, die plaat nummer 18 heel erg leuk. Want daar staat een heel mooi takje op. Die ik ook op de andere nail arts heb gebruikt. Dat vind ik een hele mooie. En er staan een aantal verschillende bloemen op. Ook dit vind ik heel grappig. Al die rechte stukjes. Hier nog van die rondjes. Ja, dus ik vind dit zelf een hele leuke plaat. Ik vond deze ook heel mooi, want hier staan ook wat van die kleine takjes op. Die zijn wat kleiner, dus heb je wat kleinere nagels. Oh, focus die wel? Ja, heb je wat kleinere nagels, dan kun je die kleine takjes pakken. Ook deze bloemen vind ik heel leuk. Deze, ik denk dat ik deze ga proberen voor nu. Maar er staan heel veel verschillende bloemetjes ook op, wat kleinere, met wat takjes. Dus ja, ik vind dit ook een hele leuke. Ik vind ze eigenlijk allemaal leuk hoor.
Dit vond ik ook een hele mooie plaat. Hieronder zie je trouwens weer dat dubbel stamping. Heb ik ook wel vaker in een nail art laten zien. Volgens mij had ik dat bij deze nail art ook gedaan. Hier die bloemen die je hieronder ziet. Dat is echt met dat dubbel stamping gedaan. Is even wat bewerkelijker, maar dat ziet er wel heel leuk uit. En dan krijg je echt van die hele realistische bloemen. Dus dan moet je dat in laagjes erop stempelen. Maar ik vond ook dit takje heel leuk. En ik vond deze blaadjes heel mooi. Die heb ik ook gebruikt. Hier gewoon los. Dus heb ik alleen die onderste blaadjes gepakt. En volgens mij hier ook nog. Ja. Dus ik vond dit ook een leuke plaat. Dit is plaat nummer 19. En even kijken, plaat 22. Oh ja, dit vond ik ook een leuke. Er staan allemaal van die losse bloemen op. Maar daar staan ook de bloemen op van die maand of zo. Dus iedere maand staat erop. En dan welke bloem het is. Dus er staat wat meer tekst op. Ook hier van die leuke tekststrepen vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, dit is ook een hele mooie. Ik ga gewoon beginnen met dat groene takje. Deze. En die ga ik dus stempelen met die green tree van yours. Ik heb hier de stamper. Ik heb mijn plakroller om hem eventjes schoon te maken. Ik pak de schraper erbij. Alles bij de hand, want je wilt snel werken. Ik krijg zo vaak vragen of opmerkingen van bij mij lukt het niet en ik kan de stempel niet oppakken. 9 van de 10 keer ligt het eraan dat je niet snel genoeg werkt. Want die stempellak is gewoon super snel droog. Ik breng daar nu een kloddertje op aan. Ik schraap er overheen. Ik pak hem meteen op. Dus je moet alles klaar hebben liggen. En ook nu moet je meteen doorwerken. Dus ik duw hem hier een beetje aan de onderkant over dat wit. Kijk, en dan zit hij erop. Dus je ziet hoe snel ik werk. Je moet niet het oppakken en dan nog naar je nageltje gaan zoeken of iets fout doen. Want ja, dan ben je gewoon te laat. Omdat je die stempellak eroverheen schraapt, is het zo'n dun laagje eigenlijk. En dat is ook zo snel droog. Dus je moet echt gewoon heel snel werken. Nou, ik maak hem nu weer schoon. Dan ga ik even kijken hoor. Dat ene bloemetje. Ja, ik vond dit wel een leuke. Hij zit hier in een hoekje. Maar je hoeft hem natuurlijk niet in een hoekje te doen, hè. Ik ga even kijken welke kleur ik ga gebruiken. Zal ik die iets meer, dat is een beetje meer dat roestbruine. Of zal ik die roze pakken? Of zal ik deze doen? Die is misschien ook leuk. Of is die te paars? Ja, eigenlijk kunnen deze allemaal wel hoor. Want het zit allemaal wel een beetje ook hierin. Als je goed kijkt. Welke zal ik doen? Nou, ik ga gewoon... Nee, ik ga voor die roest. Nee, ik ga voor deze al. Lekker besluiteloos. Pink clay. Oké. Nou, op dezelfde manier. Ik breng de stempellak aan over dat bloemetje. Ik schraap er overheen. Ik pak hem op met mijn stamper. En dan wil ik hem hier in de hoek een beetje zetten. En ik wil niet dat die streep erop komt. Ja, zien jullie hem? Yes. Ja, hij zit er goed op. Maar ik vind hem wel een beetje flats qua kleur. Zien jullie dat ook? Nu zou ik hier dadelijk nog wel wat van die roze stipjes in kunnen doen. En misschien kan ik nog een heel klein bloemetje met dat roze aan die kant doen. Dat hij net even wat frisser qua kleur is. Ik denk dat die kleur die ik net gebruikt heb, hij is heel mooi hoor. Oh. Maar hij is te zacht bij deze kleuren. Ik ga toch nog even iets met die fellere roze erop stempelen. Even kijken wat ik ga pakken. Ik ga even nog een andere stempelplaat erbij pakken. Ja, ga ik toch weer voor dat ene bloemetje met dat leuke takje. Maar dan pak ik een beetje die bovenkant. Dus ik ga nu nog even die roze erbij doen. Zo. Yes. En die zet ik dan een beetje zo aan deze kant op de nagel. Ja, dan komt er toch weer wat meer van dat roze terug. Vind ik beter. Wat ik dan ga doen is nog een paar stipjes erop zetten. Ik zet hier gewoon een kloddertje van die stempellak op. Met mijn dotting tool pak ik nou een beetje van dat roze op. En dan ga ik hier in deze bloemetjes nog wat van die roze stipjes zetten. Dan haal je ook die kleur weer een beetje omhoog. En ik ga ook hier een paar roze stipjes zetten. Ik ga ook een paar groene stipjes zetten. Dus ik pak ook nog even een klein beetje van die groene stempellak erbij. Op diezelfde manier ga ik hier nog wat groene stipjes doen. Zo. En zal ik nog wat wit erbij doen ook? Ja, ik denk dat ik hier nog wat wit ga doen.
pak ik even een witte stempellak erbij. Daar zet ik ook even een kloddertje hier. En dan doe ik tot slot nog een paar witte stipjes. Ik denk hier in deze bloemetjes. Even kijken hoeveel bloemetjes staan erop. Zo. Misschien hier nog een paar witte stipjes. Dat wit maakt het ook altijd lekker fris. Hier over die folie nog een paar. Ik kan hier in die kleine bloemetjes ook nog een wit stipje zetten. Zo. Nou, dit laat ik nu even goed drogen. En dan gaat de topcoat eroverheen. Nou, hier is die. Helemaal cute. Met die bloemetjes en die takjes. Ja, ik hou hier echt van. Hij is vrij druk met die verschillende folies en die verschillende kleuren. Je ziet ook echt die folies mooi op de achtergrond blinken. Ik vind het helemaal leuk. Ik ga hem eventjes van het standaardje afhalen. Ik heb hier al een dotje kauwgom, zo'n plakgommetje, klaar liggen. En dan ga ik hem even erbij plakken op het plankje. Ja, ik vind ze echt helemaal leuk. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ze matchen natuurlijk helemaal leuk met elkaar. Dus ook als je dit iemand op de nagels doet, dan ja, kun je ook bijvoorbeeld 1 of 2 nagels doen. Je kan ze ook allemaal een beetje verschillend doen. Of overal maar net 1 takje. Doe er dus gewoon mee wat je zelf leuk vindt. Dit is alleen maar ter inspiratie. Ik wil jullie heel erg bedanken natuurlijk voor het kijken. De stempelplaten van Moyu zijn verkrijgbaar via Bibi's Beauty & Supplies. Die hebben echt bijna alle stempelplaten, dus superleuk. De gel polishes van Le Sente die je zag, die zijn verkrijgbaar via LS Cosmetics. Dat is www.nagelbenodigdheden.nl. Nou, nogmaals, ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.